Goedenavond, goedenacht eigenlijk. Het is 12 uur. Ik ga beginnen aan mijn Everest-poging. Ik weet eigenlijk nog niet te goed waar ik aan ga beginnen, maar ja, we moeten iets doen. Gelukkig is Taco erbij, die gaat mee beginnen en toch al 2 repeats meedoen. Daarna gaat die slapen en moet ik nog wel wat doorgaan. Maar ik hoop morgen rond 1 uur of 8, dus dat wil zeggen op 20 uur tijd, hoop ik toch 8848 hoogtemeters te halen. Er is maar 1 regel in het spel en dat is niet stoppen, gewoon doordoen. Het eerste deel van het segment loopt door het dorpje Venosk. En daarna is het eigenlijk allemaal een bergpadje tot boven in Le Dezalp. We zijn ondertussen uit het dorp op het bergpadje. Redelijk wat stenen. Voor morgen namiddag geven ze regen. Kan het wel eens glad worden. Dus hopen dat de regen lang genoeg weg blijft. De eerste is gedaan. We zijn boven op 51 minuten. 4 minuten voor op schema. Nu terug naar beneden, want de bakjes zijn nog niet open. Dat duurt nog een paar uur. We zijn in de afdaling. Ik ben Taco al kwijt. Die is niet zo goed in afdalen. Maar zelfs in het terug naar boven gaan. Kom ik die wel terug tegen. Ik heb wel een beetje schrik van alle afdalingen, want het is toch wel een heftige afdaling. Heel zwaar voor de bovenbenen. We zijn terug beneden. De eerste afdaling zit erop. Nu moeten we terug naar boven. En dan nog 14 keer. We vertrekken voor onze 3e keer naar boven. Tijd voor een sandwichje. Nog altijd goed op schema. De crew is wel gaan slapen. Dus de volgende uren ben ik helemaal alleen. Midden in de nacht. Af en toe komt een beestje tegen. Dat is precies dat die berg steiler en steiler wordt per keer dat je die omhoog gaat. We zitten op 1500 hoogtemeters. We vertrekken aan onze 4e ronde. De afdaling deed al serieus zeer. Allee, ja, zeer nog niet. Maar je begint het wel te voelen. Maar normaal gezien, de 4e ronde moet ik nog 1 keer te voet terug naar beneden. Maar normaal, als ik de 5e keer boven kom, zou zo getimed moeten zijn dat dan de bakjes open gaan. Het is nu 5 voor 5. Ik ben voor de 4e keer boven geraakt. Nog 10 keer omhoog. Ik heb wel een probleem. Mijn koplamp is uitgevallen. Ik heb het laatste stuk met het lichtje van mijn gsm omhoog gedaan. Nu moet ik nog beneden geraken. Daar ligt een reservebatterij. Normaal gezien is het binnen een uurtje ook licht aan het worden. Dus ik hoop dat mijn gsm het tot beneden houdt. Of dat het heel snel licht wordt. En anders zit ik in de pikken donker. Op die berg en je ziet echt niks. Laten we
hopen. Het is een beetje licht aan het worden. Ik heb geen lampje meer nodig. Ik weet eigenlijk niet of dat goed is, dat het licht is. Want nu zie je elke keer hoe ver dat je omhoog moet. Toen wanneer dat donker was, zag je alleen maar 5 meter voor. Dus ja, ik ben met een 5e keer boven. De crew heeft een zak eten en drinken gebracht. Ik ben iets voor op schema en daarmee zijn de bakjes nog niet open. Die gaan binnen 5 minuten open, dus even 5 minuutjes wachten. Dan ben ik nog altijd sneller beneden dan dat ik de voet naar beneden zou moeten. Het begint best zwaar te worden, maar er was maar 1 regel en dat was niet stoppen, dus geen keus. De kerel van de lift is jammer genoeg niet zo medewerkend. Ik had gevraagd van een zak met drinken en eten aan de lift te zetten, zoals ik de bakjes pakte, dat ik altijd gewoon een flesje drinken en mijn zakje eten moest pakken voor in de lift. Maar mag je dat niet aan de lift zetten? Echt een onnozele oude Franse vent die waarschijnlijk zelf nooit een meter loopt. Dat is echt stom dat dat niet mag. Dus nu heb ik mijn zak een beetje verder weg van de lift gezet. Voilà, zitten in de bakjes naar beneden. 6 keren omhoog al geweest. Dus de volgende ben ik in de helft. De tweede helft gaat zwaar worden. Ik zit op 4.424 meter. Dus dat wil zeggen de helft. Ik ben bijna voor de 7e keer boven. Dus vanaf nu kunnen we beginnen aftellen terug naar beneden. Maar jongens, waar ben ik weer toch aan begonnen? Naar het uitzicht kijken. En naar boven. Het is beginnen regenen. Gelukkig nog niet te hard. Exact zoals ze voorspeld hadden. Rond 12 uur. Hopelijk komt er geen onweer bij. Dat ze de bakjes moeten stilhangen. Want dan ben ik gezien. Het is niet echt bij klein buiken aan het blijven. Het gaat niet zo goed meer. Ik zit in een fase. Linkse voet voor de rechtse. Rechtse voor de linkse. En dat zal er hopelijk ooit een eind aan komen. Ik heb wel ook moeite met eten. Ik heb tot lange tijd eigenlijk altijd alles op vast voedsel gedaan. Maar nu krijg ik het niet meer binnen. Ik heb juist een gelletje gepakt. Ik moet mijn eigen verplichten om te blijven eten. Wie heeft dat uitgevonden? Everesting. Hallo. Ik heb al even en weer gefilmd. Het is wel van alles gebeurd. De vorige klim
was er een onweer. Kletsnat zijn ik. De grond, de stenen en spiegel glad aan het worden. Soms stroomt het water gewoon naar beneden over het padje. En toen, tijdens het onweer, vielen de bakjes stil. Ik was toen op 1/3 van de klim. Dus ik dacht, oh ja, tegen dat ik boven ben, werken de bakjes wel terug. Maar dat duurde maar. En dat duurde maar. En die bakjes die bleven maar stil hangen. En ja, ik was eigenlijk een beetje in paniek. En ik dacht dat dat het einde van mijn poging ging zijn. Want ja, te voet naar beneden, no way niet meer. Daar doen mijn benen veel te zeer voor. En toen kwam ik op 2-3 minuten van de top. En toen begonnen die bakjes toch wel terug te draaien, zeker. Ik super gelukkig. Allee, ja, dat is relatief natuurlijk. Maar want dat wil zeggen dat je nog verder moet afzien. Maar dat betekent wel dat ik het kan afmaken. Ik denk wel dat het mij gaat lukken als het meer omweert. Ik zit nu in mijn 11e klim. Dus als ik deze boven ben, moeten er nog 3 volgen. Het blijft regenen. Ik heb al een set droge kleren aangetrokken daarnet. Het is ook alweer nat. Alles is zeiknat. Ik hoop dat mijn GoPro het ook houdt tot het einde, want dat is alles gewoon nat, 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 nat. Maar het einde is in zicht en eigenlijk amuseer ik me nog wel. Allee, het zijn ook momenten van niet hoor. Bakjes weer niet sluiten, want dan heb ik een probleem. Oh, ik heb ijskoud. We zitten in de laatste pak naar beneden. Dus ik moet nog één keer omhoog. En dan heb ik het normaal gezien. Oh. 8852. Ik heb de Everest opgestapt, maar op zeeniveau. Maar we kunnen hier midden op de berg niet stoppen. Dus we moeten nog een stukje door naar boven. En ook een beetje extra hoogtemeters bijnemen. Want soms past Strava die hoogtemeters nog een beetje aan. En dat zou pas echt slecht zijn. Die dan een paar meter tekort komt. Maar de finish is een zicht. We zijn er bijna. De finish is daar. Maar één en meer, no way. Als je eens wilt weten wat doodgaan is, probeer eens een Everesting. Yes, 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 yes. I did it. Echt, fucking hell is dit.